Ik heb een jaar of 8 gerookt, van heel jongs af aan tot mijn 22e. Toen uiteindelijk de keuze gemaakt om te stoppen met roken. Ik had daarvoor al een hardloopwedstrijd in Breda gelopen. Dat ging redelijk goed, maar dat gaf nog niet meteen de ambitie om door te gaan. Een jaar later wel de keuze gemaakt om weer mee te doen aan die hardloopwedstrijd. En dat ging weer een stukje beter met wat hulp van mijn zus, wat trainingen gedaan. En uiteindelijk liep ik daar weer een stukje harder. We zijn samen begonnen met hardlopen. Toen kon hij mij nog niet bijhouden. Nou, dat is echt al lang verleden tijd. Wij hebben niet zoveel kilometers gemaakt samen, nee, want hij ging me al heel snel voorbij. Ja. Nou, Björn is altijd wel ambitieus geweest en een strever en die denkt dat hij alles kan. En nou blijkt hij dit dus ook nog heel goed te kunnen. Dus hij zei van, nou, ik ga hardlopen. Hij rookte natuurlijk heel veel. Ik dacht, nou, daar gaat niks worden. Maar hij deed het gewoon, ja. En het ging goed ook. Ik heb geen sigaret meer aangeraakt. Ik had toen, ik geloof, nog 1 of 2 dagen zo'n e-sigaret. Maar dat vond ik ook maar niks. Dus die heb ik ook meteen laten liggen. En nooit meer een sigaret aangeraakt. En nu vind ik het eigenlijk ook gewoon stinken. Dus dat is prima zo. Ik heb die periode gewoon een beetje afgesloten. Ik heb het leuk gehad in mijn tienerjaren, zeg maar, om leuk in de kroeg te staan en gezellig vooral veel bier te drinken en te roken. Maar ik ben ook heel blij dat ik dat heb afgesloten en dat ik nu gewoon met een gezonde levensstijl verder kan gaan. Ja. Ja, op het begin was het gewoon heel moeilijk om überhaupt 5 kilometer te voltooien. Steeds meer gaan trainen en ik kreeg steeds professionelere begeleiding. Ik ging van 1-2 keer in de week ging ik naar 3-4 keer in de week. En op dit moment zit ik op tussen de 6 en 9 hardlooptrainingen per week. Dus nu is voor 5 kilometer ga ik de deur al niet meer uit, zeg maar. Dus, de gezelligste hardloopwedstrijden zijn allemaal in Brabant. Dus ik loop gewoon heel graag in Brabant. Het is ook gewoon leuk dat veel mensen kunnen komen kijken, veel support. Marathon Eindhoven, daar heb ik ooit mijn allereerste halve marathon gelopen in 2014. Hele goede herinneringen aan. Geweldig, snel parcours, mooi parcours, veel mensen langs de kant, ook zeker in het centrum. Dus ik kijk daar heel erg naar uit om daar mijn debuut te maken. Ja. Ja, ik heb er vooral heel veel zin in, omdat het eigenlijk langere afstanden zijn. We hebben gemerkt dat juist de lange afstanden, de lange trainingen, ook daar heel goed tegen kan. Dus vaak als ik een duurloop doe van 25 kilometer, dat eigenlijk pas na 15 kilometer dat ik zoiets heb van, oh, nu begin ik pas lekker te draaien. En dat hebben we ook in de voorbereiding met halve marathons hebben we dat gehad. Ja, marathon blijft natuurlijk een ander verhaal. Dat is een hele 42 kilometer is niet niks natuurlijk, maar ik kijk er vooral heel erg naar uit om die lange trainingen te gaan doen en uiteindelijk gewoon die 42 kilometer in een mooie tijd te voltooien. We zijn onwijs trots als familie zijnde op Björn. Als iemand zulke resultaten of prestaties neerzet, ja, dat is gewoon super gaaf natuurlijk. Björn is iemand die altijd een beetje getemperd is over zijn eigen kunnen. Dus hij zegt dan van, nou, ik denk 2:20, maar stiekem denk ik dat hij wel iets harder kan. Want dat heeft hij eigenlijk iedere keer wel gedaan. Dus 13 oktober zullen we het weten. Ik ben benieuwd. Nou, ik heb vorig jaar een interview gehad en toen was, wat is je ultieme doel ooit? Was een marathon onder de 2:20. Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn als je dat nu al richting die tijd gaat. En nu heb ik eigenlijk mijn doel al wel een beetje bijgesteld om ooit richting 2:14, 2:15 te gaan. Dat zou een mooi doel op de lange termijn zijn, dus over een paar jaar.